Vlog, 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 vlog! Het is 11 uur geweest, zaterdag 10 september. 11. Zaterdag 11 september. En we gaan vandaag fietsen op de hei. De fiets heb ik achter op de auto gezet. En we gaan naar de hei. We gaan eerst in de buurt van Hilversum. En dan gaan we naar een hotel in Epe. Een nachtje. Lekker dineren. Met Rem en Meer. En dan gaan we morgen ergens anders fietsen. En dan gaan we weer naar huis. Dus het is een beetje... In de auto. In mijn zak. Zal het vragen. Het is een beetje... niet geweldig weer, maar de temperatuur is wel lekker. Maar het valt af en toe een spetje regen, maar we zijn niet van suiker goed. Dus ga je mee. Wij zijn gearriveerd op de startplek in Laren. Ja, er hebben meer zijn er ook. We waren precies tegelijk zo'n beetje, dus het kwam mooi uit. Ik zal eventjes de route laten zien. Heb je een zakje eraf gehaald? Oh ja. Ik ga mijn zakje er even afhalen. Kan dat? Ja, kan zijn. Even kijken, fietsknoop. Fietsknoop. Deze route gaan we rijden. We beginnen hier bij 56. Kun je dat zien? Dat kan je niet zien. We beginnen hier bij 56 en dan gaan we zo om. Dus gewoon door heel veel zijn. Daar denk ik lunchen en dan gaan we hier nog over. Hier nog over. Nou ja, weet je. Je kan het niet zien zo. Laat maar. Het is echt een leuke route hoor. Ja. Door die hele smalle fietspaadjes moeten hier overheen. Dat is wel spannend. We zijn neergestreken bij restaurant Lage Vuurse in Lage Vuurse. En we zitten heerlijk buiten. Het is, de temperatuur is heel fijn. Netje, doe zijn badbus op. En we gaan even lunchen, want het is 12:15, dus we hebben al trek. Hoeveel kilometer hebben we al gefietst nu? Na 10 of zo. Echt? Nee, nog niet. Minder. Minder. Kan het? Wacht ervoor. Ja, ze was al een beetje. Maar ze heeft de hele tijd een ziekje. Ze is nog steeds een ziekje. Ja. De lunch is geserveerd. En het ziekige wezen waar ze het over hebben, gaat over de kip. Dat is de kip. Ja. Ziekige kip. Ons doel is bereikt. We zijn op de heide. Moet je kijken hoe mooi. Het is niet zo heel erg paars meer, maar het is echt nog wel paars. En daar ook wilde koebeesten. Mooi. Hè? Prachtig. Heel mooi fietspad. Het is echt heel gaaf dit. Hoe mooi is dit? Wat? Nou, ik denk. Vond je het leuk om je KPN-toren weer te zien? Ja, geweldig. Ja, bekend terrein. Ja. We zagen net wilde dieren. We zagen net reeën. Dus wij reeën er, maar zij reeën. Dat was het. Dat was het. Dat was het gewoon. Ja. Nou, ja, verwarrend. Ja. En dit bedoel ze dus ook als ze zeggen het is heilig. Ik bedoel, ze hebben ze het over hier. En toen brak er een Potsdammer woordbreuk uit. Ja, ik had ook een flashback. Dus ze zijn saaikie net, hè. Die gaat wel bij Wet T-shirt Competition winnen, hoor. Woe! Maar we wachten even tot het droog is. We staan onder een viaduct. En 100 meter verderop zijn we bij de auto, dus we zijn er bijna. We zijn aangekomen in het hotel. Een king-size bed. Ja, king-size dan voor één persoon. King. Maar ja. Het is klein, maar het is alleen om te slapen, dus boeien. En een eigen badkamertje, een douche en een toilet. Dit zit. Het is wat de vierde etage. Het is best wel een groot hotel. En je kunt vanuit hier de auto's een beetje zien, hè? Dat is de achterkant.
En daar is de fietsstalling ergens, dus die gaan we zo meteen bij de fietsen even wegzetten en ze veilig staan. En dan gaan we morgen ontbijten. Vanavond gaan we eten. Vanavond gaan we hier ook eten. Om 6 uur hebben we gereserveerd, dus de kaart zag er heerlijk uit. Dus helemaal goed. Sorry. We zitten in de lobby, we wilden eigenlijk buiten zitten, maar het was een beetje druk. Ik ga een beetje dichterbij, want het is heel rumoerig. En anders versta je me niet. Ik heb mijn microfoon niet bij me. Maar we gaan even wat drinken en straks gaan we eten. Maar we zitten hier lekker, hè? Lekkere stoeltjes. Je zakt er helemaal in weg, kijk zo. Ja. Maar we bijna geen rem meer over zo. En de voetjes die er zo uitsteken. Dat is niet van ons hoor, dat is niet van ons, dat stond er al. Ja. Ze zijn niet van de opruimen. We gaan dineren. We hebben alle vier gekozen voor de carpaccio. Ja, lekker. De hoofdgerechten zijn wel verschillend. Het hoofdgerecht, kossa's, spies, kipsaté, schnitzel natuurlijk. En Cajun kip met patatjes. Lekker. Toetjes tijd. Daan Blan. Lekkers. Nou, is ook lekker. Ik heb een hekel aan hotels. Echt een lange avond en dan is het niet lekker. Je zit een beetje half op het bed en ik heb dan een stoel maar gepakt. Maar dat komt ook omdat wij natuurlijk wel goedkope kamers willen doen, hè? Ja. 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 Maar dan nog. Ja, morgen weer lekker fietsen. Het is zondagmorgen. Tijd voor ontbijt. Hebben we lekker geslapen, mensen? Ja, we werden 14 minuten geleden wakker. Nee, 12 minuten geleden werden we wakker. Ik was om 5:30 wakker. Ik sliep om 5:00, denk ik. Het is 10:00. We hebben heerlijk ontbeten. We hebben de spulletjes al in de auto gezet. En nu gaan we de fietsen pakken. Want we gaan hier ook even een uurtje fietsen voordat we naar huis gaan. Het is bewolkt, grijs, maar de temperatuur is lekker, dus mooi weer om te fietsen. We zijn begonnen met onze route en moet je even kijken hoe mooi het hier ook weer is. Ook weer paars. Mooi, hè? Heel mooi. Ze vinden het ook mooi. We hebben beter fietspaden dan gisteren. Heel mooi. Beton, van die betonplaatsen, maar op de fiets is dat niet erg. We hebben een prachtig bos. Door een prachtig bos. Maar we rijden op dit moment door een militair oefenterrein. Staat op de kaart. Maar het is zondag, dus we zijn allemaal thuis. Niks aan de hand. We zijn nog een keertje geweest. Hè? We zijn weer bij een stukje hei aangekomen. Allemaal bijenkorven. We doen even een korte stop, want met een kilometer 5-6 zijn we alweer terug waar we begonnen zijn. Het is heerlijk fietsen vandaag. Fijne fietspaden, allemaal van dit werk. En het fietst erg fijn. Deze is wat smaller, maar net hadden we heel breed. Dus, en er is bijna geen wind. Ja, ik heb sowieso altijd wind mee. Huh. Maar, morgen. Oh, die meneer gaat mountainbiken. Kijk, dat is ook stoer. Gravelbike. Oké. Okay. Het is wel stoer, ik zou dat wel eens willen doen. Rem ook. Dat we doen, hè, Rem. En niet meer doen. Er liggen daar bovenop liggen een paar cassettebandjes. Daar. Dus Rem die dacht van, oh leuk, die neem ik mee. Doen we niet. Want dat is natuurlijk van een spel of zo, van iets. Een aanwijzing of een trofee. Of, dat kan je niet doen, Rem. Dus we hebben hem gedwongen terug te leggen. Kijk, daar is een vuilniszak, die mag je wel meenemen. Het is 2:30 en we zijn alweer thuis. We hadden wel een beetje file onderweg, die hebben we een beetje weten te omzeilen. Maar we hebben de hele middag nog voor ons. Het was een topweekend. Heel gezellig natuurlijk, altijd met Remmermeer. Maar we hebben echt heerlijk gefietst. En heerlijk gegeten, heerlijk ontbeten. Nou, wat wil je nog meer? Like en subscribe en klik ook op het belletje. Dan krijg ik een melding als ik een nieuwe vlog heb. Volgende vlog komt volgens mij al heel snel. Een unboxing vlog wordt dat. Die heeft iets vertraging opgelopen. Maar Unboxing. Ja. Maar die komt heel snel. Die is eigenlijk al bijna klaar. Maar nou, dat zie je wel. Wat ik bedoel. Hij heeft vertraging opgelopen. Maar later.